Tommy Jarier maakt alweer voor het vierde jaar deel uit van de eerste selectie van FC Groningen. De speler uit de jeugdopleiding van de FC leek in zijn eerste seizoen 2007-2008 meteen uit te groeien tot een vaste waarde in het elftal. Maar de echte doorbraak bleef uit. Nu, aan het begin van het seizoen 2010-2011, gaat Jarier voor een nieuwe kans bij de FC als verdedigende middenvelder. Ja, de druk zetten, dat moet eigenlijk goed gaan. Maar de laatste wedstrijden kon het inderdaad nog wat beter. Vorig jaar speelden we 4-4-2 en nu 4-2-3-1. Dat is toch een ander systeem. Ja, daar moeten we nog allemaal even aan wennen. Maar ik bedoel, tot nu toe gaat het redelijk, maar het kan nog zeker beter. We hebben niet echt uitstekend gevoetbald, niet echt een goed spel laten zien. Maar ik denk 3-0 in Tilburg, dan mag je wel over een redelijke wedstrijd spreken. En ja, ik heb nog een goal gescoord, dat is wel lekker voor mezelf. Ik kreeg een steekbal van Tim Matas. Ja, uit mijn ooghoek zag je de keeper aankomen. En ik chipte hem zeg maar overheen. Ja. Zat hij erin. 3 jaar geleden heb ik er ook eentje gemaakt. Dat was de 5-1, dus toch weer een ander gevoel dan de 1-0 maken. Maar ja, 3 jaar geleden heb ik hem wel thuis gemaakt, dus dat is wel wat beter voor de sfeer. Hier de Wijbeenberg. Haalt de tegenstander van zich af en Babels redt hem. Matas kan nog altijd. Jarier en daar is de 5-1. En wat is de wraak van Groningen dan compleet? Ja, ik denk dat ik kan terugkijken op een redelijke wedstrijd. Verdedigend kon nog misschien iets beter, maar verder wel redelijk. Hallo meneer. Kan ik u misschien helpen? Ja, mag ik een bakje bramen en 2 bakjes aardbeien? Ja, 2 dozen aardbeien, zeker. 3 jaar geleden mocht ik vaak in de basis starten. Heb ik bijna een heel seizoen basis gespeeld. En het jaar daarna was het een beetje van bank, basis, een paar keer nog op de tribune. Dus schommel je er een beetje tussenin, zeg maar. En nu heb ik nog 2 jaar contract. En dit jaar moet het voor mij eigenlijk worden. Ik wil toch wel slagen hier bij Groningen. De definitieve doorbraak van Tom. Ik heb hem afgelopen zondag gezien tegen AZ. En echt waar, om je vingers ervan af te likken. Echt geweldig. Dit jaar moet het voor mij eigenlijk worden. Ik wil toch wel slagen hier bij Groningen. De definitieve doorbraak van Tom. Ik heb hem afgelopen zondag gezien tegen AZ. En echt waar, om je vingers ervan af te likken. Echt geweldig. Ah, Tommy. Hey, Martin. Hoi, hey. Ik had het net over de definitieve doorbraak van Tom. Ja. En afgelopen zondag heb ik je gezien. Nou, echt een genot om naar te kijken. Wat dacht jij toen Bruno wegging? Het is natuurlijk jammer voor de club en zo. Maar voor mezelf, het is mijn positie. En ik had stiekem wel gedacht dat ik terecht zou kunnen komen. Oké, en dan komt toch een andere rechtsback, Sepp de Rover. Ja. Ja, daar gaat mijn positie weer? Ja, dat is natuurlijk een aankoop. Dus ga je er wel vanuit dat hij gaat spelen, ja. Nou, omdat je zelf redelijk goed presteert, blijf je staan. Dus, ja. Dat is alleen maar mooi voor mij. Ja, ik heb je afgelopen zondag gezien en er was er 1 actie bij Tom. Nou, echt werkelijk geweldig. Echt geweldig. Ja. En die moeten we even nadoen. Oh. Er was een situatie. Okay. Dat op een gegeven moment stuitte die bal zo. Ja. Jij neemt hem gewoon over. Die bal die stuitert. Ja, en dat is... ik ben dan de aanvaller. Tik hem eroverheen. Tik hem zo mee. En Tom is weg. En echt waar, iedereen naast me zei van geweldig Tom, dit en dat. Ja, wat is je zwakte nu nog? Ja, ik ben een beetje klein koppen, denk ik. Nou, zo klein ben je. Zo klein is hij toch niet. Ja, maar je kan niet koppen? Nou, ik kan wel koppen, ook wel redelijk timen. Maar tegenstanders winnen vaak mijn kopduel omdat ze iets groter zijn. Okay, als wij nu een balletje gaan overkoppen, halen we de 50? Nee, denk ik niet. Dan gaan we kijken. Denk het wel. 1, 2, 3, 4, 5. 830. 1, 2, 3. Ja. 834, aardige score. Maar je bent nog een klein mannetje, dus je hebt een paar schoppen om de reet nodig nog. Ja. Nou, als dat je enige probleem is, Tom, dan ga je het wel redden. Ik ben al buiten adem. Ja. Hey, ik wil je heel erg bedanken. Ja. De doorbraak van Tom. Dank je wel. Ga ze door. Toen de voorbereiding nog niet was begonnen, toen heb ik gehoord dat ik verhuurd mag worden. En volgens mij 4 weken later hoor ik van Henk Veldmaat dat ik eigenlijk niet meer verhuurd mag worden. Dus ja, dan moet je gewoon weer de knop omzetten en er volledig voor gaan. En ik denk dat ik er nu wel goed mee bezig ben.
Ik denk dat ik voetballend op het middenveld toch iets meer uit de verf kom. Dat je in het as van het veld speelt en je kan links en rechts, je kan twee kanten op. En jij kan redelijk kort draaien. Dus dat komt wel ten goede van mijn spel, denk ik. Waar speel je liever, rechtsback of deze positie? De positie waar ik nu speel. Ja, gevoelsmatig is het ook leuk. Ik bedoel, je kan je ook met de aanval betrekken. Ja, dat kan op rechtsback ook wel. Maar als rechtshalve verdedigende middenvelder, dan sta je toch iets dichter bij de spitsen, waarmee je ook met de spitsen makkelijker kunt combineren. En dat vind ik toch leuk om te doen. En je komt in scorerspositie soms. Onze eieren soep. Moest het sowieso wel, ja. Wil je zo'n zakje kopen? Ja, dankjewel. Doei. Eet smakelijk. Dankjewel. Ja, na 4 wedstrijden is het nog redelijk lastig te zeggen, denk ik, wat je van het seizoen kan verwachten. We hebben nog geen topwedstrijd gespeeld, maar we hebben wel 8 punten. Ik denk dat je in de winterstop kunt concluderen waar wij aan het einde van het seizoen ongeveer terecht kunnen komen. Nou, in voetbal kun je alles verwachten, maar je kan het niet zo verwachten dat het zo zou gaan. Maar goed, ik knok gewoon elke training en elke wedstrijd probeer ik gewoon te laten zien wat ik kan. En trainen heeft mijn kans te geven, daar ben ik wel blij mee.